De Trugendorfer Verslavingskliniek biedt als eerste in Nederland een ambulante behandeling aan GHB-verslaafden. De kliniek breekt hiermee met de traditionele behandeling waarbij verslaafden worden opgenomen. Directeur Dick Trugendorfer was zelf verslaafd aan drank en drugs en viel na de traditionele behandeling terug. Hij is dan ook de voortrekker van deze ambulante aanpak. Trugendorfer Klinieken werd geconfronteerd met veel aanmeldingen van GHB-verslaafden en hij heeft op enig moment ingeschat dat daar een geschikte behandeling voor moest komen. Die was er nog niet in Nederland en toen hebben wij een ambulante GHB-behandeling ontwikkeld. En dat betekent nu dat als mensen zich aanmelden met een GHB-verslaving, dat ze binnen een week een intake hebben bij ons. Vervolgens, als het nodig is, een weekje ontgiftigen in een detox-faciliteit in Utrecht. Dat duurt dan een week maximaal en dan liggen ze wel in een bed trouwens, want dat is altijd het breekpunt geweest bij GHB-verslaving, dat niet elke GHB-verslaafde hoeft die detox te doen en kan soms al meteen beginnen met de ambulante behandeling. De ambulante behandeling van Trugendorfer, dat is een kwestie van heel veel contact met een psycholoog, dus 2 gesprekken per week van 1,5 uur. GHB-verslaving is een vieze verslaving. Het is een smerig chemisch goedje. Eenmaal daaraan verslaafd, neemt het fysiologisch in het lichaam een positie in dat als je ermee stopt, dat je lichaam daar niet goed tegen kan. Trugendorfer betrekt naasten bij de behandeling, omdat die moeten ook geholpen worden. Want als je alleen de cliënt helpt, de verslaafde cliënt helpt, dan komt hij thuis in een situatie waar mensen nog boos op hem zijn, of verdrietig zijn, of zich schuldig voelen. Trugendorfer biedt de familieleden van de verslaafde cliënt standaard een sessie in de behandeling van de cliënt. Onze behandeling die is per definitie in de statistieken meer succesvol dan de traditionele behandeling. We hebben cliënttevredenheidscijfers van dik boven de 8, met uitschieters naar 8,7. En niet 1 jaar, niet 2 jaar. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.